We zien een acceleratie als het gaat om marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen die op de sector afkomen. Daarnaast worden zij ook geconfronteerd met allerlei maatschappelijke uitdagingen waar wij ook binnen ons programma al op anticiperen. We wilden in 3 jaar 90 ondernemers helpen. Inmiddels zitten we na ruim 1,5 jaar al op 100 plannen die we financieel ondersteund hebben met de versnelling, met het realiseren. En daar zijn we heel trots op. Dit doen we onder andere door ons netwerk open te stellen en ondernemers in contact te brengen met andere ondernemers of kennispartners. Een andere vorm is het beschikbaar stellen van financiering om een innovatie ook daadwerkelijk te realiseren. En tenslotte sluiten we als LIOF aan bij bestaande en nieuwe communities. Voorbeelden daarvan zijn Food Network Limburg, Korte Ketens en Kiem.limburg.nl. Met de subsidie van het LIOF zijn we nu een prototype aan het bouwen. Ik werk met verschillende bedrijven samen in Limburg om dit te ontwikkelen. Het zou super vet zijn als over 1 jaar of 10 elke veehouder in de wereld mijn systeem gebruikt. We zetten wel Limburg wel op de kaart. Ja, het doel van woorden is, dat hoor je steeds meer, is innoveren. Nou, dat begint met 2 delen. Enerzijds is het kennistraject waar we eerst als ondernemers bijgesprek zijn over kennis over het onderwerp. En het volgende traject, Big Data, hebben wij een invulling kunnen geven met de 3 biologiestudenten die nu binnenkort beginnen. Die aan de planten gaan meten. Wat zijn de verschillen onder LED-licht gegroeide aardbeien, onder Sonté, traditionele groeilichten in de winter, en onder natuurlijk licht. En op die manier kunnen we ons bedrijf sterker maken, kun je de sector sterker maken. Uiteindelijk doel is dat wij met z'n allen gezonder worden. Dus dat we eigenlijk van een ziektemaatschappij waar we nu in leven, je bent ziek, je neemt een pil, overgaan naar een maatschappij waar je preventief je gezondheid, je weerstand tegen een aantal ziektes verhoogt. Met LIOF zijn we nu een project in Limburg gestart op aardbeien, blauwe bes en asperge om te kijken of Friso ook op deze teelten werkt. Als je dat met lokale telers die samenwerking kunt vinden en daaruit een nieuw product kunt realiseren, hoe mooier kan dat zijn? De kracht van het programma zit hem vooral in het persoonlijk contact. Dus we hebben echt, we zitten altijd met de ondernemer om tafel. Als ze een aanvraag doen, dan werken we hem samen mee op. De marktgerichtheid, dus we kijken echt naar hoe we het idee beter kunnen maken. Maar ook hoe je een idee om kan zetten naar het verzilveren in euro's. En vervolgens horen we toch ook terug van ondernemers dat ze het hartstikke waarderen. Dat we echt een duidelijke keuze en focus op de agrofoodsector hebben in deze regio. Ben jij die ondernemer met een geweldig idee of een fantastische innovatie? Schroom niet om contact met ons op te nemen. We helpen je heel graag verder.